Bob Bruil kan er met zijn hoofd niet bij. In de koepelgevangenis is de afgelopen jaren voor 40 à 50 miljoen euro geïnvesteerd. Nou, dit is onze centraal post. En die is net opgeleverd. Heeft 1,2 miljoen gekost en voldoet aan de meest strenge eisen die er zijn. Volledig gedigitaliseerd. En net wat ik zei, net opgeleverd. De gevangenis voldoet aan de zwaarste beveiligingseisen en is voorzien van de nieuwste snufjes. Het nieuws dat staatssecretaris Teven de gevangenis in 2015 wil gaan sluiten, komt dan ook hard aan. Dat kan niet waar zijn. Deze inrichting is nergens anders voor geschikt als alleen maar een baas. Het heeft eind jaren 80 heeft het ook een aantal jaren leeg gestaan omdat Arnhem-Zuid toen geopend is. En daar bleek ook dat er geen enkele andere bestemming voor te vinden is. Dus ik begrijp ook niet dat we nu dicht zouden moeten. Met al die investeringen die we gedaan hebben. Miljoenen, echt miljoenen zijn hierin gepompt. Ja, dat is toch gewoon weggegooid geld. Begin deze maand protesteerden zo'n 200 medewerkers van de twee gevangenissen in Arnhem tegen de dreigende sluiting. En ze gaan door. Ook vandaag tijdens de open dag wil het personeel laten zien hoe belangrijk het is dat ze open blijven. Ik ben niet zo voor de enkelband, dus ik heb liever dat de gevangenissen gewoon allemaal open blijven. Het zou zonde zijn, ook voor de mensen die hier werken, dat het dicht gaat. Bob Bruil geeft de moed nog niet op. De plannen die er nu liggen zijn compleet visieloos en lijkt op willekeur. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de Nederlander dit niet wil. En wij zeker niet.